Na twee experimentele games die de fans niet konden luchten, besloot Insomniac Games eindelijk terug een normaal Ratchet & Clank spel te maken. Het resultaat was Into the Nexus. Heel goed, maar veel te kort. Into the Nexus kwam tot stand nadat Insomniac veel kritiek kreeg omwille van All for One en Q-Force. Beide spelletjes hadden een compleet ander type gameplay dan de fans verwachten en bovendien vervolgden ze zeer flauw of helemaal niet op de enorme conclusie van A Crack in Time. Ted Price en zijn team gingen daarom aan het werk om eindelijk een vervolg te maken op A Crack in Time dat het verhaal zou verder duwen en de oude gameplay zou terugbrengen. De game zou oorspronkelijk Ratchet & Clank Into the Nether Regions heten, alvorens ze voor Into the Nexus gingen. Ratchet & Clank worden opgedragen de criminele Vendra Prog te escorteren naar de gevangenis. Deze kranige dame wordt echter bevrijd door haar broer Neftin en samen gaan de Progs nu op zoek naar hun familie, de Nethers. Om de Nethers terug te halen maken ze gebruik van een prototype Dimensionator. De Nethers vallen het heelal binnen maar bedriegen de Progs en willen nu een complete vernietiging van de galaxie veroorzaken. Ratchet & Clank moeten nu de originele Dimensionator uit Tools of Destruction terughalen om de Nethers terug naar hun eigen dimensie te verbannen die momenteel in een museum te vinden is. Het is duidelijk, Into the Nexus brengt dezelfde thema's als Tools of Destruction en A Crack in Time naar voren. Hoewel het verhaal uiteindelijk niet veel bijbrengt aan de conclusie van A Crack in Time, is het wel een duidelijke epiloog die dezelfde thema's aanraakt. Zo zijn de Progs evenzeer op zoek naar hun familie als Ratchet de Lombaxen zoekt. De inclusie van Captain Quark en Talwin met haar robots maakt het allemaal nog wat sterker en de terugkeer van de Tug for Less is er eentje dat fans van de oude games zeker leuk moeten vinden. De gameplay van de Future Saga keert terug, maar er is iets meer focus gelegd op zwaartekracht. Er zijn zo speciale gadgets en wapens en ook Clank's gameplay is hierop gebaseerd. Clank is nu enkel speelbaar in 2D-levels, wat een speciale keuze is die wel voor variatie zorgt, maar niet helemaal mijn ding is. Je kan terug planeten bezoeken, in de arena vechten en verschillende vijanden tegenkomen op kleurrijke plaatsen. Ruimtegevechten komen er niet in, maar Into the Nexus raakt voldoende elementen aan van voorgaande games om terug als thuiskomen te voelen. Ook de boss battles, zoals Meneer Oog op het einde, zijn zeker voldoende voor dit spel. I believe
believe we should run now. Into the Nexus is een prachtige epiloog voor de Future Saga. Alhoewel het verhaal niet echt vooruit wordt gebracht, blijft de sfeer van verloren families en het zoeken naar andere dimensies intact. Het spel heeft dezelfde gameplay als voorheen en de planeten zijn terug zoals ze moeten zijn. Lineair, maar wel vrij te bezoeken. Alleen is het spel echt veel te kort en het verhaal bijgevolg ook te beperkt en niet voldoende vernieuwend. Into the Nexus had dubbel zo lang moeten zijn en een veel grotere meerwaarde moeten zijn om A Crack in Time's einde echt verder te brengen. Maar voor wat het is, Into the Nexus is nog altijd 4 gouden sterren en het label kopen meer dan waard. Het zou ook de laatste klassieke Ratchet & Clank zijn die de normale tijdlijn volgt, want hierna vond Insomnia Games het nodig om een verschrikkelijke remake te maken van het eerste spel waar niemand om gevraagd had. You know, I just can't catch a break. I am sorry. That's okay.